gedragen, die ze draagt, is van Anna van Beek. Dat is de praktijkopleider van de Lindenhof. De jurk is uit 1979. December 1979 zijn ze erin getrouwd in de pastoor van Artskerk hier in Delft. En het vrouwtje van wie de jurk dus is, van Arda van Beek, haar twee kinderen zijn hier ook gedoopt in de Van Artskerk. Kijken, opa, even kijken. Opa. Nee, Deborah is getrouwd met opa Geert. Nee, dit is een ander soort opa. Die zoekt het op de Deborah-tour. Leuk hoor. Heel leuk, dank u wel. Zit u allemaal te genieten? Vindt u het nog steeds leuk? Zullen we nog verder gaan? Ja? Nou, we hebben het nog even doen. Nou, meneer Geerts, je bent in ieder geval niet voor niks gekomen, hè? Nee, zo is het. Even in de schijnwerpen. Dat hoort erbij als je er zo mooi uitziet. Zeker weten. We krijgen nu, als het goed is, Christine Hoekstra. Christine Hoekstra met de bruine golvenferrie. Ja, je zal zeggen, het is een leeftijdsverschil, maar het maakt tegenwoordig ook niet meer uit. Mooi. Alles kan tegenwoordig. De twee bruidsmeisjes zijn er ook weer bij. En ook de haarversiering van Christine is zo mooi. Prachtig, het staat heel leuk. De jurk die zij draagt, die Christine draagt, is van Ada van Toren geweest. Het is een jurk in de Griekse stijl. En er is in 1983 in getrouwd. De trouwerij was hier in Delft. En ze is in de Duinzichtkerk in Den Haag getrouwd. De stola die er omheen zit, is van zwanendons. En dat moest eigenlijk, want er lag sneeuw toe. Nou zouden we eigenlijk geen zwanendons meer om durven doen. Maar toen zei er nog niemand wat van. Dus toen kon je gerust daarmee over straat lopen. Ik kreeg geen spuitbusje langs. Heel mooi. Dank jullie wel. Ja, toen was het ook al tegenkomend dat er protesten waren. Ja, al was het ook al zo, als je dan een mondje zag, dat wist je ook niet voor elkaar gekeken. Nee, maar ja, dat spannend ons is helemaal natuurlijk. Ja. Wat zitten ze nou weer te zeggen? Nou, ik zeg constant dat ik met mijn vriend zo kapot ben. Ze zijn wat leuk voor jou met zo'n oude iemand. Laat ze maar praten, ze zijn alleen maar jaloers. Ja hoor, ze zijn alleen maar jaloers, hou het zo. De volgende bruid die opkomt is Carrie Smit met bruidegrom Inela. Ja hoor. Weet je het nog, Johan? Mooi hè? Heel mooi. Rustig.
Rustig. Dit is de eigen trouwjurk van Karismiet. En zij is op 7 juni 1985 hierin getrouwd. Alleen niet met Helena, maar met Johan die daar staat hoor. Ja. Ja. En ze is ook niet in Delft getrouwd. De trouwen was in Ermelo. En het feest hebben ze in Hulshorst gehouden. Nou, jullie zijn een geweldig stel of zo. Je ziet er echt heel mooi uit. Draai even naar de man, want die wil graag even een mooie foto met je gaan maken. Mooi, kijk, heel mooi. Ja, die man heeft ook zo'n mooi figuur, hè. Geweldig. Laura van Geest. En dan zou je zeggen, wat gaat ze met een oude man trouwen? Nee hoor, dat is de vader. Hij is de vader, hij is de bruidegom, hij is... William is alles. Maar het staat wel leuk zo hoor. Nee, jaloezie ken ik niet. Laura van Geest. De jurk die Laura draagt, is de jurk van haar moeder. En de jurk die komt uit Spanje. Haar moeder is getrouwd in 1986, in juni 1986, hier in Delft. Ze is getrouwd in de kerk in het kleinste dorpje, stadje, gehuchtje van Nederland. Weten jullie het dan? Juist, het Woud. Daar is ze getrouwd. Heel leuk, heel apart. Heel mooi ben je. Dankjewel. Mooie jurk, maar er zit ook een vrouw in met een mooi figuurtje. En een mooie kleur, dan staat het ook wel heel leuk. Wat lopen jullie hard mee? Nee, dat weet je nog. Blijf er naast. Het volgende bruidje met bruidegom is Anke Dam met Ferry. Heel mooi. De jurk die Anke draagt. Ja, doe nog maar eens een goed applaus. Dat is echt heel mooi. Hartstikke goed. De jurk die Anke draagt is de jurk van Helma Tichelhoven. En die is getrouwd in Delft. En dat is de moeder van Ferry. Leuk, hè? Ja, dat is een bepaalde herinnering. Ja, jullie moeten toch weer terug, hè? Ja, je kan wel snel. Even terug. Niet zo gauw weg deze, hoor. We willen er wel even af. Niet meer voorzichtig. Moet je op je moeders jurk gaan staan, Ferry? Het bruidsboeket is van zij. En de dag dat ze trouwde was het 30 graden. Was het zo verschrikkelijk warm. De moeder van Ferry die heeft hier ook gewerkt in de Lingenhof. En die werkt hier in Stefana. Heel mooi. Dank jullie wel. Ja.
gaat het goed, blijft ze niet hangen hier? Nee. Je weet het nooit. De eerste geleider zou nog moeten komen. Ze zit in Nederland. Het was weer een prachtig bruidspaar. Het volgende bruidje is Cynthia. Cynthia, ik weet niet of er een bruidegom bij loopt. Levi? Oké, Levi is erbij. Oh, wat mooi. Dat vind ik nou net echt, hè. Waar is de dominee? Dennis! Dit is prachtig. Heel mooi. De jurk die ze draagt is uit 1994. Ah, hij is tijdloos, want die jurk is nog net zo mooi. Die is van een kennis van Antoinette geweest. En de sleep van de jurk is 7 meter lang. Ja, je hebt wel een sleep. Ja, die lang hoor. Dat is voor jullie er ook niet afvallen. Degene die in de jurk getrouwd is, is in Schipluiden getrouwd in 1994. En in de kerk in de Noorden is het bezeten. Lien en Vee lopen er weer lekker bij. Zaag? Die hebben het ook druk tegen Lien.